Forten zijn overbodig. Ze zijn misschien mooi om te zien, maar als het tegenwoordig nog oorlog wordt, dan helpen forten echt niet meer. En Fort Jutphaas in Nieuwegein al helemaal niet. Daar hebben ze geen schuilkelders, alleen maar wijnkelders. Zo. Het is eigenlijk een stukje Frankrijk in Nederland. Qua sfeer. Het past natuurlijk helemaal bij de wijn. Maar nog steeds als je binnenkomt, voel je gelijk die sfeer op je afkomen. En drie rooi. Twee wit en drie rooi voor mezelf. Ja. Oké, okay, mooi. Ja goed, je waant je natuurlijk in een oude kelder hier. En met name een beetje het oude, het rommelige. Niet een strak witte muur, maar gewoon ja, door de elementen aangetast. Dit is Isha Huizer. Hij is één van de twee eigenaren van Fort Jutphaas. En toen hij vorig jaar met zijn compagnon binnenliep, was hij meteen verkocht. Het is met name dit hoekje met daar natuurlijk de Franse tekst. Als je niet drinkt, ga je dood. Als je wel drinkt, ga je ook dood. Dus, drink. Isha en zijn zakenpartner hebben de 50 jaar oude wijnhandel in het fort overgenomen. Maar op zo'n afgelegen plek komen de klanten niet vanzelf. Daarom willen ze er een wijnbar met terrassen openen. Lekkere hapjes bij een uitgelezen wijntje. Daar willen de mensen wel voor omrijden. Het wordt dus niet een hele moderne, maar juist een hele klassieke. Het komt eigenlijk hier langs te staan. Hier komen de barkrukken te staan. En daarachter, daar is het nu dicht. Daar is de bedoeling dat de deur en ook zeg maar de ingang van het horecagedeelte gaat komen. En dan kom je dus buiten uit op het terras. Maar voor de ondernemers aan de slag kunnen, moet eerst het fort zelf worden aangepakt. Want schimmelkaas past goed bij wijn, maar een schimmelkelder natuurlijk niet. En er is nog veel meer werk aan de wijnwinkel. Hier kan je dus zien. De knipvoeg die daarin zit, die is er helemaal uit. En dus dat moet allemaal aangepakt gaan worden. Je kan niet de goedkoopste voeger uitkiezen. Je moet degene uitkiezen die het beste zo'n pand op kan knappen. Ja, dat krijg je als je een monument wilt verbouwen. Er zijn regels, voorschriften, controlerende instanties. Forten zijn tegenwoordig misschien niet meer nodig. Het blijven unieke plekken met een geschiedenis van honderden jaren oud. Ja, dat voel je ook gewoon in het fort. Waarom we het ook aangedurfd hebben om het hier te gaan doen, is dat we het eerder in originele staat terug gaan brengen, dan dat we echt dingen structureel gaan veranderen aan het fort. Anderhalf jaar hebben Isha en zijn compagnon zichzelf gegeven om stapje voor stapje naar de wijnbar toe te werken. En omdat er veel bedrijven rond het fort liggen, is de reclame nu al begonnen. Iedereen heeft wel eens wat weg te geven. En een lekker flesje wijn is dan natuurlijk ideaal. En ondertussen zijn ze dan ook op de hoogte van nou nog een jaar, anderhalf jaar wachten. En je kan lekker de week af komen sluiten of een lekkere lunch komen gebruiken. Lekker op de vrijdagmiddagborrel in Fort Jutphaas. En dan serveren ze er natuurlijk ook een lekker hapje bij. Wat vijgenbrood met een crème van Roquefort, waar je dan dus een mooie dessertwijn bij kan serveren uit Oostenrijk, een ijswijn of iets dergelijks. 90 mensen kunnen er straks in als de wijnbar open gaat en het fort weer zijn oude glorie heeft gekregen. En dan mag zo'n fort misschien uit de tijd en overbodig zijn, daar zul je dan niemand over horen.